Het trappenhuis van de flat aan het Neptunusplein in Amersfoort ligt vol met bloed. Maar waar komt het vandaan? Er zijn twee verdachten opgepakt, maar er is geen slachtoffer. Inderdaad, heel erg vaag. We hebben de ziekenhuizen nagebeld, maar daar is niemand aankomen lopen. En er lag toch nog wel een aardige hoeveelheid bloed daar op straat. Dus een hele bijzondere zaak. En we natuurlijk heel graag weten wie het slachtoffer nu is. Want ja, mogelijk is hij wel ernstig gewond. De politie krijgt vanochtend van supermarktpersoneel een melding van een mogelijke steekpartij. Ik heb met verschillende winkelmedewerkers gesproken. Ze willen hun verhaal niet voor de camera doen. Maar ze vertelden dat hier vanmorgen vroeg een vrouw over straat liep. En die vrouw die riep naar iemand dat ze servetten moest hebben. Nou, die vrouw is vervolgens deze supermarkt binnengegaan. En ze kwam even later ook met die servetten naar buiten. En ze gaf die servetten aan iemand die bebloede handen zou hebben. Er wordt meteen een groot onderzoek gestart, maar nog steeds geen slachtoffer. Wel worden een jongen van 17 en een meisje van 16 aangehouden als verdachte. We hebben getuigen gehoord. Ja, en we hebben nu in ieder geval twee personen vastzitten. Dat meisje en die jongen. Ja, mogelijk dat die meer kunnen vertellen over dit toch wel vreemde verhaal. En dat gebeurt. Want uit het verhoor van het jonge stel blijkt het te gaan om een uit de hand gelopen tienerruzie. De jongen dreigde zichzelf te verwonden en hij liet het niet bij woorden. Waarom hij dat deed, weet de politie niet.